Welkom allemaal bij een nieuwe Brawl Stars video. We zijn nog steeds bezig met de 30 uur challenge met muis en toetsenbord. En vandaag gaan we ook een nieuw event spelen wat op dit moment gaande is. En dat heet het Dead Box Event. We moeten bij de nieuwe events die er zijn proberen 20 biljoen kills te maken. En dan krijgen we een mooie reward. Dus we hebben payload en zombie plunder hebben we nu nieuw. Dus die gaan we sowieso spelen. Misschien dat we later ook nog wel gewone potjes gaan spelen. Maar we gaan eens even kijken hoe dat gaat. Ik heb Squeak net nieuw. Daar heb ik pas 60 trophies mee zoals je ziet. Ik heb hem wel geüpgrade naar level 9. Maar ik moet echt nog wennen met Squeak hoe die speelt. Maar we gaan kijken hoe dat gaat. Ik ben ook samen met iemand. Ik heb friend invites heb ik openstaan. Dus mensen kunnen gewoon joinen. En we gaan kijken hoe dat gaat. Dat zijn waarschijnlijk mensen die ook in de club zitten. We moeten de payload hier naar de overkant krijgen. En dat doen we door erin te staan. Dan beweegt hij. Ja, ik ben heel benieuwd of we de 20 biljoen kills gaan halen. Ga mijn best doen. Ik denk dat het genoeg is om er eentje op te zetten. Ik denk dat ik ga proberen om de coffin van de tegenpartij tegen te houden. Tot nu toe gaat het wel goed. Ja, lekker hoor. We won! Goed gedaan, teampie. Ik vond het leuk. Ik moet zeggen, ik vind deze game mode ook echt leuk om te spelen. Het zou cool zijn als het event straks klaar is dat we dit soort dingen toch nog houden als game mode. Maar ik moet zeggen, ik vond het SpongeBob event ook heel leuk. Hé, hey, we hebben een star drop. En daar zitten powerpoints in. En XP. Top. Gaan we nog een potje doen. Ik heb ook andere nieuwe brawlers gekregen. Ik heb, even denken hoor, Mr. P heb ik nieuw. En ik heb volgens mij Leon nieuw. Daar heb ik nog niet mee gespeeld. Ik zit erover te denken om daar misschien een andere challenge mee te bedenken. Mochten jullie leuke ideeën hebben voor een challenge, laat het vooral weten in de reacties. Misschien iets van hoeveel trophies kan ik pushen met de nieuwe brawler. Eigenlijk ben ik dat nu ook een beetje aan het proberen met Squeak. En we kunnen dit natuurlijk maar een uurtje spelen. Maar in een uur kun je natuurlijk best wel wat trophies halen. Zeker als een brawler nieuw is. Al speel ik nu niet tegen bots, denk ik. Omdat ik ook samen met iemand uit de club ben. Oké, dit gaat tot nu toe wel goed, maar nu ben ik wel dood. We hadden hem bijna nog 3%. Ik denk dat mijn teammates de laatste carry wel kunnen doen. Ja, goed gedaan hoor jongens. Heel nice. Dat betekent dat we weer een win hebben. Kijk, dit ging wel lekker zeg. Dit was wel een nice potje. Ik vind het geluid dat Squeak maakt, vind ik niet episch. Maar goed, hij doet het wel goed. Misschien is het nog een klein beetje beginnersluck. Maar misschien wordt dit wel mijn nieuwe lievelings. Oké, we gaan een potje payload doen met Squeak. Degene waar ik samen mee was, is geliefd. Dus we gaan nu helemaal alleen met randoms. Moet vast goed komen. Oké, we hebben hem gestart. Dan gaan we op zoek naar de payload van de tegenpartij. Ja, dit gaat hartstikke lekker. Oeh,
Oeh, nu ga ik wel hard. Maar we hebben hem. We hebben hem. Ja, goed hoor. Lekker. Patje wel. Ik moet zeggen, ik voel Squeak wel. Ja, dit ging dikke priem. Geen idee wat dit voor brawler is, maar... Ja, die Mr. P vind ik ook wel cool. Die heb ik dus net nieuw, maar nog niet meegespeeld. En de trophies gaan ook wel lekker. Nice. Iemand wil met me teamen. Nou, vooruit. Kom er gezellig bij. Nadeel is wel dat ik dan weer een ander event krijg. Maar ik wil gewoon heel graag de payload spelen. Yes, dat is top. Oké, daar gaan we weer. Laten we even het event veranderen. Zombie plunder. Geen idee wat dat is. We gaan die even proberen. Oh ja, deze heb ik wel een keer gedaan. Je moet het hoofd van de tegenstander volgens mij naar je eigen team brengen. Een soort capture the flag, denk ik. Ah, ik had hem niet gezien. Ik werd gekild door het rode cirkeltje, maar ja. Dat geluid hè, van Squeak. Ah, daar komt hij al aan. Yes. Nice. Hoppa. Nu moeten we hem alleen nog goed verdedigen. 1-0 voor. Waarom gooi ik hem hier neer? Hij komt er al aan met de 2-0. Oh, yo, deze guy. Zo. Hij had de zombie head al gestolen. Die brawler, die ken ik ook niet. Met een soort van schoonmaakdingetje. Star player. Ziet er wel cool uit. Hey, nice. Win 5 battles. Oh, epic. Powerpoints. En een stickertje. Aangezien we toch al richting de 30 uur gaan met muis en toetsenbord. Dus die challenge houdt een keer op. Maar wat gaan we daarna doen? Wat gaan we dan voor Brawl Stars video's maken? Mocht jij leuke ideeën hebben? Laat het vooral weten in de reacties. En wie weet gaan we dat dan in een nieuwe video doen. Ja, hij komt er alweer aan hoor, met het hoofd. Lekker. En daar is de 2-0. Lekker, man. Ja, mijn rol is een beetje om te verdedigen en te zorgen dat ze niet bij ons komen. Maar dit gaat wel super lekker, joh. Nice. Een victorie. En we hebben de 100 trophies met Squeak. Nice, 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 nice. Play again. Ja, kunnen we wel doen. We gaan eens even kijken of we via het zijkantje kunnen. Ding. Din, din, din. Ja, mijn taak is vooral om te verdedigen, maar als het hoofd niet gepakt wordt, dan ja, wordt het wel lastig natuurlijk. En nu wordt het hoofd door de enemy gepakt, maar we hebben er zelf ook één. Yes, we kunnen hem nog net tegenhouden. Dat is super fijn. Ja, hij heeft hem alleen wel gebracht. Het is 1-1. Oké, nu wij jongens, nu wij.
Ja, ik probeer ze goed tegen te houden. En nu pak ik het hoofd zelf. Ah, dat had ik misschien beter niet kunnen doen, want ik werd gekild. Hij ligt wel halverwege. En ik ben op tijd terug om zelf hier te verdedigen. Ja, we hebben hem. Oh, lekker potje was dit. Ik vond het leuk. Kijk, aardig wat kills qua team. Dus dit ging super goed. Nice. Ja, ik vind het echt een leuke game mode. Ik wil nog wel een potje doen. We gaan die andere ook even proberen. Zombie Plunder. Kijken of we daar ook met Squeak wat mee kunnen. Oh, we hebben dezelfde gekozen. Wist ik wel. Ja, lekker hoor. Goed gedaan, goed gedaan. Ik ben wel bijna dood. Ik ga hem hier tegenhouden. Maar dat lukt niet, helaas. Ik hoopte dat ik hem tegen kon houden, maar dat is niet gelukt. 1-1. Spannend hoor. Ik wacht even met mijn special tot mijn teammates er zijn. Maar ik heb hem niet gekild helaas. Dat hoopte ik wel. En nu zou ik hem willen pakken, maar ik ben net te laat. Oh. En ik ga eraan, ja. Hij was in mijn eentje misschien ook niet slim. Ik had misschien beter kunnen wachten. 15 seconden. Oh, snap. Overtime. Alles is weg. Oh, dit is wel cool. Ik kan nu overal doorlopen. Nee, nee, nee. Oh, ik kill hem niet. Ik kill hem niet. Baby, ik had die moeten hebben. Oh, ja, dit is wel een beetje mijn schuld hoor. Ik had hem gewoon moeten hebben, maar mijn aim was niet goed. Wajo, 12 takedowns. Wajo. Dat is wel echt insane. Ik denk niet dat ik ooit een brawler heb gehad waarbij ik zoveel kills heb gemaakt. Dus dat is dan wel weer nice. Maar helaas niet gewonnen. Hey, we gaan de payload nog een keer doen. We gaan even lekker afwisselen. Oké, daar gaan we weer. Kijken of we dezelfde tactiek kunnen toepassen. Gewoon de enemies op afstand houden. Ik denk dat Squeak daar heel sterk in is. Gewoon zorgen dat zij niet daarheen kunnen waar ze heen willen. Oké, dat was misschien niet de beste tactiek. Ja, netjes. Dat doen ze echt netjes.
Ja, dit doen we heel netjes. Nu moet ik even goed aimen. Boom! Lekker hoor. Goed gespeeld. Nice. Oh, dit keer maar één takedown. Oh, voor mijn gevoel ging het beter. Nou ja, ik heb ze misschien wel op afstand gehouden, maar geen kills gemaakt. Lekkere winstreak ook van 5. Gaan kijken of we die kunnen voortzetten. En weer een star drop. Epic. 200 coins. Zo, die komen echt goed van pas. Die komen echt goed van pas. En we hebben met Squeak. Nee, niet met Squeak, maar de Trophy Road. Ook 200 goud. Heetje, lekker zeg. Volgende. Oh, als we die halen 500. Dan zitten we al aardig dicht bij Bibi. Maar ja, dan zitten we al op 900. Dan kunnen we hem bijna unlocken. Ja, het ding is dus dat ik niet goed weet of Bibi nou het sterkst is. Bonnie, Belle of Mandy. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk gewoon even op internet heb gekeken. En toen zag ik toch vooral Bibi. Maar mocht jij het beter weten en zeggen van nee, dat moet je niet doen, Davy. Je moet een andere brawler kiezen. Laat het vooral weten. Ik kies voor nu voor Bibi. Bibi to the max. En ik wil even kijken hoeveel we nog moeten. Ja, we hebben dit bijna. Krijgen we er weer wat gems bij? Hier word ik wel helemaal blij van. Want dan heb ik echt gewoon 3500 coins erbij. Dan kunnen we de gear gaan upgraden. Ik heb daar nu net niet genoeg voor. Laten we nog een potje payload doen. Misschien is het ook leuk om straks nog even showdown te doen. Kijken hoe dat gaat met Squeak. En ik denk dat Squeak, net als Barry, ook wel heel goed is met heist. Want dan kan je natuurlijk al die bommetjes gooien op de kluis. De koelkast. Ik noem het altijd de koelkast. Vraag me niet waarom. Mo. Let's go, Mo. Yes. Ik heb het idee dat dit wel een makkelijke wordt, jongens. Oeh, dat deed me al wel lekker. Maar redden het net niet. Oh, ik heb te lang gewacht. Ik had eerder terug moeten. Ja, zij gaan nu wel terugkomen. Maar ik zei net ook, dit wordt te makkelijk. En dat moet je nooit zeggen. Dan jinx je het. Oh, wel lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Goed gedaan, Team P. Nice. Oh, en weer 7 takedowns. Nice. Ja, ik heb wel lol gehad. Duimpje omhoog. Hey, mocht jij dit een leuke video vinden, gooi ook even een duimpje omhoog. We zijn alweer tier 10 en een winstreak van 6. Lekker hoor. Ja, we gaan dit nog een keer spelen. Hij wil ook nog een keer. Ah, dan doe ik ook nog een keer. Ik ga weer gelijk naar de linkerkant. Dat is mijn nieuwe tactiek. Er is vast wel iemand die met de kaf in meegaat. En dan kies ik de andere kant. Zo snel mogelijk naar de enemy om ze dwars te zitten. Zo, die Frank is ook wel franking goed bezig, zeg. Oh. Lekker, zeg. Oi, 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 oi. Wat ging dit weer goed. We zijn op een heerlijke winstreak.
7 al. Pajajajajaj. Nice. Nou, zo gaan we die 20 biljoen kills wel halen met z'n allen. En dan krijg je uiteindelijk dus 10 dead boxes. Waarin van alles kan zitten. Skins. Er zijn natuurlijk nieuwe Halloween skins. Maar er kan natuurlijk ook gewoon credits in zitten. Powerpoints. Goud. Dat soort dingen. Ben benieuwd of we dat gaan halen. Ik denk dat wel heel veel mensen dit nu spelen. Ik vind het ook echt oprecht leuk. En het volgende seizoen gaat er natuurlijk ook heel veel veranderen qua trophies. Dus de manier waarop je nu trophies verdient, dat gaat helemaal op de schop. Dat heb je laatst in Brawl Talk kunnen zien. Ik speel Brawl Stars nog niet zo lang, dus voor mij maakt het niet heel veel uit. Maar voor mensen die echt brawlers hebben van tier 35, ja, gaat er wel iets veranderen. Ik denk niet dat het mij gaat lukken om een brawler te krijgen met tier 35. Dat zou wel echt een mooie push kunnen zijn. Als we dat ooit gaan halen? Wauw. Nice. El Primo! Oh, die was te laat gegooid. Had mijn special beter kunnen bewaren. Maar dit gaan we winnen, jongens. Lekker hoor. Woe! Wat een heerlijke potje, zeg. Nice. Winstreak. Hoppa. Zo, als we de winstreak naar 10 kunnen tillen. Dat zou wel echt nice zijn. Ik heb ooit 24 gehad. Ik weet niet hoe ik dat ooit heb gedaan. Maar vandaag gaat het ook wel knijters lekker. En we hebben zelfs alweer een tiertje van de Brawl Pass. Nice. Gems erbij. Zouden we iets kunnen kopen voor de gems in de shop? Deze skin is nieuw. De Halloween skin voor Leon. Maar ja, ik heb Leon niet. Deze is van Colette. Vind ik leuk, maar niet episch. Een skin voor Brock. Leuk, maar niet episch. Deze vind ik wel heel cool. Maar ja, ik heb Pangula nog niet heel veel gebruikt. Mr. P. Ja, dit zou wel een mooie kunnen zijn. Chester. Een legendary. Ja, ik heb 4,96. Ik zou hem gewoon kunnen kopen. Maar ja, is dat slim? De Hypercharge van Colt. Nou, dan hebben we er wel weer een brawler bij. Nou, ik weet niet eens of Chester goed is. Misschien wel heel veel om uit te geven. Nou, laten we maar gewoon een potje gaan doen. Zullen we eens even iets anders gaan spelen dan dit event? Kijken hoe dat gaat. Alhoewel we natuurlijk wel op een lekkere winstreak zijn. Misschien moeten we eerst even kijken of we de winstreak naar 10 kunnen tillen. En dat we hem dan verder kunnen doen. En dan hebben we misschien ook al wat goud unlocked. Ja, want daar zitten we ook vlakbij. Dan kunnen we misschien helemaal upgraden. Kijk hoor. Ranked. Ik weet niet hoe Squeak is in ranked. Kijk, deze hebben we bijna 500 XP. Die heb ik niet. Nou, daar speel ik natuurlijk allemaal niet mee. Gem grab of solo showdown. Maar is maar 200 XP. Laten we eens even kijken hoe wij in showdown zijn met Squeak. Of heist. Ja, heist. We gaan heist proberen. Ik ben benieuwd. Als we daar de kluis echt snel mee open krijgen, het zou echt nice kunnen lukken. Want ik denk net als Barry. Ik gebruik altijd special van Barry voor heist. Zou dat met Squeak ook wel echt kunnen. Ook echt leuk dat we de SpongeBob maps gewoon nog hebben. Oh, dit gaat goed, hé. Ik ging dood, maar we hebben hem wel. Lekker hoor, wat een teamwork. Heel nice gedaan. Dit was wel een beetje zoals ik gehoopt had dat het ging.
En we hebben allemaal niet heel veel kills, maar we zijn gewoon snel geweest met pushen. Lekker potje wel. Nog één battle winnen en dan heb ik weer 500 XP. Lekker hoor. We gaan Squeak gewoon helemaal pushen naar een build met alles unlocked. Nou ja, hypercharge niet, maar die laatste gear wil ik ook nog wel. Kijken wat we daarvoor gaan kiezen. Ik denk shield. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Oké, laten we nog een potje heist gaan proberen. Bommetje erop. Zo, dit gaat goed, jongen. Ai, ai, ai. Zou dit mijn nieuwe lievelingsheist brawler worden? Ik denk het wel. Lekker hoor. Mijn gute. En weer maar één kill. Maar op de een of andere manier gaat het gewoon wel lekker met Squeak. Nice. En ik vind de roze skin ook gewoon heel lief. Ja. Lekker man. 5 battles. Hey, 500 XP. Ik ben benieuwd of we dan nu weer een tiertje omhoog zijn. Nee. Bijna. Misschien na het volgende potje. We gaan nog een potje heist doen. We moeten even heist gaan oefenen, want dit is wel echt leuk. Ik kan ook altijd weer echt enthousiast worden als ik dan weer een nieuwe brawler heb, dat ik daar dan weer beter mee wil worden. Ja, ik heb er zoveel in korte tijd gekregen. Ik heb nu al ruim 50 brawlers en ik speel dit vanaf de zomervakantie. Dus ja, als je dan uitrekent hoeveel potjes ik gespeeld heb met iedere brawler, dat is natuurlijk niet zo heel veel in vergelijking met wat andere spelen. Oh, ik sta weer vast. Nice. Oh, ik ga te lang door. Ik had beter moeten letten op niet doodgaan. Want ik was nu te veel gefocust op de koelkast. Nee, David, het is kluis. Ja, koelkast. Ja, dit gaat goed hoor. Nu gaan we pushen. Nu gaan we pushen. Hoppa, alles! Alles op de kluis! Oh, ik ga meer moeten terugtrekken. Maar we hebben een teammate en die doet het super goed. Bijna. Die was heel slecht gemikt, Davy. Ja, lekker hoor. Lekker. Wat ging dit uiteindelijk wel goed. Oh, 13 kills. Holy moly. Ah, dit is insane, jongen. Insane deze Squeak. Echt nice. Ik dacht dat ik met Kenji veel kills maakte, maar Squeak brengt me echt next level qua kills. Echt nice. We doen de play again ook. Daar kunnen we straks ook nog 200 XP voor krijgen. Oh, mooi. Weer een nieuwe van Penny. En de volgende, daar doe ik het voor. Ja, die gaan we vandaag sowieso nog wel even halen. Want die
heb ik nodig om hem verder te unlocken. Oh, en hier krijgen we ook goud. Wajo, we hebben gewoon al 364 trophies. Wajo. Dat is wel echt snel. Ik denk dat ik met Squeak wel het snelste trophies heb gepusht. Echt. Wauw. Dat betekent dat we hem kunnen levelen naar level 10. Level 9. 9. En bij 10 hebben we dan laatste gear. Ja, ik denk dat ik daar toch voor Shield ga. We hebben voor Star Power hebben we Chain Reaction gekozen. Want meer damage is meer beter. En de Wind Up. Waarbij ze volgende Sticky Bomb 50% meer damage doet. En 100% verder komt. Ja, ik ben echt een damage build met hem aan het maken. Misschien dat ik daarom soms ook zoveel skills heb. Kills heb. Niet skills, baby. Kills. Oké, okay, we gaan nog een keer. Even kijken hoe dat bij Gem Grab gaat. Oh, dit was heel dom. Ik was te veel bezig met mijn gadget te pakken. Dus ik moest mijn muis eventjes naar rechts slepen hier. Ja, en dan verlies ik uit het oog waar de enemies zijn. Niet handig. Oh, dit was ook jammer. Maar we hebben wel door die special de gems kunnen saven. Dus mijn teammate heeft ze allemaal gepakt voor mij. We hebben ze nu allemaal. Kijk. Dat is mooi. Ja, je kan me killen, maar ik heb geen gems, vriend. Wat ik nooit zo goed begrijp, dat kunnen jullie misschien wel uitleggen. Waarom bij Gem Grab, als je alle gems hebt en je hoeft alleen nog maar die cooldown af te wachten, dat je wint, waarom gaan mensen dan toch nog aanvallen? Kun je me dat uitleggen? Want het is toch slimmer nu om gewoon te verdedigen en weg te rennen. Maar waarom gaat die Velour Skipa met zijn 5 gems dan toch aanvallen? Kijk, ik snap best dat je de enemy weg wil halen of weg wil houden. Maar je moet toch ook geen risico nemen? Dus ik begrijp dat niet zo goed. We hebben gelukkig wel gewonnen, want ik ben gewoon weggerend. Ik moet zeggen, ik voel Squeak ook wel bij Gem Grab. Oh, 8 kills. Is niet verkeerd. Laten we nog een potje doen. Ik heb deze gewoon al tot tier 12, jongen. Insane. Zij willen ook nog wel een potje. Lekker, wil ik ook. Hebben we daar zo meteen denk ik ook de XP voor. Oh, hoe zou Squeak het doen in ranked? Hangt er misschien wel vanaf wat je gaat doen in ranked? We kunnen straks ook nog even ranked proberen, maar daar ga ik best wel lekker in. Die was mis. Die is raak. Oh, Davy. Kijk uit voor de spikes, Davy. Yes, we hebben hem. Kijk uit voor de spikes. Kijk, nu moet je dus niet meer aanvallen volgens mij. Nu moet je gewoon lekker wegrennen, Davy. En je 8 secondjes afwachten. 1. Boom. Lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Ja, dit gaat hartstikke goed, man. Oké, heist is dus wel doable met Squeak. Gem Grab is doable met Squeak. What's up next? Ik ga eens even kijken wat we nog niet hebben gehad. En ik ga even kijken of we hier ook alweer een nieuwe... Ja! Een nieuwe tier omhoog zijn. Boah, we hebben de 3500 coins. Die had ik echt nodig. Nu kunnen we de laatste gear ook kopen. Ja, ik ga voor Shield. Boom. Nice. Ja, de Hypercharge... Die kunnen we misschien later wel een keertje krijgen. Bouncy Blob.
Zullen we hem nog eentje omhoog gooien? Gaan we dat doen? Oh, dat kan niet eens. 2800. Oké, Davy. Dat hebben we wel letterlijk bijna. Letterlijk bijna. Maar ja, ik krijg geen goud meer uit de Brawl Pass. Oh ja, over 3 tiers. Oké, laten we die nog even proberen te pushen. Wat gaan we kiezen? Showdown. Dat is misschien nog wel een mooie. Of ranked. Word je ranked proberen? Oké, misschien word je ranked proberen. Ik zal wel even afwachten wat je krijgt. Hotzone. Ja, dat moet lukken toch? Hotzone is misschien juist wel goeie. Wil je het geluidje van een brawler ook uitzetten, vraag ik mij af. Asking for a friend. Dit gaat hartstikke goed. Ja, we hebben Frank ook bij ons. Ik moet zeggen dat het ook eigenlijk best wel fijn is om een uur lang 1 brawler te gebruiken. Want ik merk gewoon echt dat het daardoor... Ja, gewoon beter gaat omdat je weet hoe je hem moet spelen. En het is ook wel echt een hele fijne hoor. Boom! Ze doet het gewoon! Let's go! Lekker man! Squeaky! Nice, ja. In combinatie met Frank zijn we onoverwinnelijk. Lekker man! Squeak zoekt Frank als teammate. Underdog waren we. Kijken hoeveel quests ik nog moet naar de volgende tier. Kijk, die trophies ook gaan, man. We hebben gewoon al 7000 trophies, hè. Besef, ik speel dit pas vanaf de zomervakantie, vanaf juni, juli. Ja, het is nu bijna november, dus eigenlijk nog helemaal niet zo lang. En ik moet zeggen, ik speel ook wel regelmatig. Maar wel cool dat het gewoon zo goed gaat. Over 5 uur hebben we de laatste star drop, ook nice. Maar we gingen even de quests bekijken. Oh nee, dat gaan we niet meer halen. Dat laatste goud, dat gaan we niet meer halen. Nee. Oh, ik vind het wel echt een lekkere brawler, man. Damn. Ik heb weer een beetje dezelfde vibben als dat ik ook met Barry had in het begin. Ik voel deze echt. Oh, we worden gesandwiched. Dat is niet fijn. Laat ze maar even zelf. Hoppa, die hadden we. Showdown! Ik heb mijn special. En ik heb nog 2 gadgets. Ja, dit moeten we wel winnen hoor. Denk ik wel. Ja. Easy. Lekker hoor. Showdown kan dus ook gewoon met deze rakker. Hoppa, tier 13 gewoon al. Oh, die pa. De play again hebben we ook. Collect 25 power cubes. Win 5 battles. Hey, die pakken we ook nog even. Dan hebben we nog 1000 XP. Lekker, lekker, lekker. Duo Showdown kan dus ook. Ah, misschien kan Duo Showdown wel met alles. Brawl Ball. Gaan we eens even proberen. Hey, toch weer even een tiertje omhoog. Power points. Oeh, en hier krijgen we gewoon een skin, hè? Cool. Muchos culos. Brawl Ball. Ik denk dat we met Brawl Ball best wel goed kunnen zorgen dat de enemy de bal snel kwijtraakt. En kunnen voorkomen, oeh, Frank, dat de enemy de bal pakt. Ja, Frank heb ik wel een beetje moeite mee. Ik moet niet te dicht in de buurt komen van Frank. Dat is gewoon belangrijk. Zolang ik dat doe en hem op afstand houd. Oh,
Oké, dit is niet fijn. Davy! Kan niks met een bal, hè. Davy kan niks met een bal. Ik schrok opeens dat ik de bal had. Was helemaal niet mijn bedoeling. Kom op, teammates. Kom op. Weg met die bal. Oké. Ze gaan mij pakken. Oh, daar gebruikte ik even voor niks mijn gadget. Was helemaal niet nodig. Ik ben Frank wel goed aan het dwars zitten, hoor. Oh, hij mist net. Hij mist net. Kom op, jongen. Kom op. Ja! Ali scoort. Oh, snap. Ja, die heb ik. Nice. Oké, jongen. Ren door. Ik mis gewoon alles. Ja, we winnen, we winnen, we winnen. Ik denk oprecht dat Squeak dus eigenlijk bij iedere game mode gewoon bruikbaar is. 9 takedowns. Ja. Ja, dit gaat gewoon echt knijtergoed. Wat een allrounder, man. Echt heel nice. Ik vind het ook echt een leuke. Echt een leukie. Nou, deze gaan we denk ik net niet meer redden. We kunnen nog 1 potje doen, de laatste. Kijken, wat gaan we kiezen? Nou, we hebben nog geen solo gedaan. Misschien moeten we even een solo showdown proberen. Dat wordt dan de ultieme test. Kan ik het ook in mijn eentje? Het enige wat het nadeel zou kunnen zijn, is dat het niet zo heel snel laat. Zeg maar, zijn ammo. Dat is soms nog wel eens lastig. Nee, maar ik heb hem wel. Mortis. Wanna play? Ik ga proberen om mijn gadgets te bewaren. Misschien ook niet. Niet gesandwiched worden, Davy. Oké, die hebben we. Oh, waar gooide ik die naartoe? Oh, dat geluidje. Oh, showdown. Helaas heb ik geen special. Maar wel een gadget. Oké, die ga ik aanzetten. En die moet dan wel goed gemikt worden. Kom op, Davy. Ja! Lekker hoor. Oh, you are number one. Ja man, ik vond het leuk. Eerlijk, Squeak is echt een goede brawler. Ik ben echt blij met hem. En niet alleen omdat hij roze is, maar omdat hij gewoon echt overal mee uit de voeten kan. Maakt niet uit welke game mode. Ik vond ze allemaal goed gaan. Ik heb echt het idee dat ik hem bij bijna alles kan gebruiken. Mocht jij zeggen van nou, Squeak is bij deze game mode echt niet goed? Laat mij maar weten, maar...
Tot nu toe ging het eigenlijk wel dikke priem. We hebben weer een uurtje gespeeld, dus dit was het laatste potje wat we hebben gespeeld. Mocht jij dit nou een leuke video vinden, vergeet dan niet om even een duimpje te doen en te subscriben als je meer Brawl Stars video's wil zien. En dan zie ik jullie bij de volgende!